Tijdens de Marinedagen op 1, 2 en 3 juli in Den Helder demonstreert de marine hoe ze haar taken nu en in de toekomst vervult. De kick-off van het jaarlijkse evenement was op donderdag 30 juni aan boord van het nieuwste marineschip Holland. Dit schip is specifiek ontworpen voor de operaties die we in de toekomst gaan doen. Het schip is ook ontworpen om met minder mensen te gaan varen. Er zitten veel computers in, veel automatisering. En dit schip is, zoals ik zei, specifiek voor operaties die we op dit moment doen, zoals antipiraterij, antidrugsoperaties, noodhulpverleningsoperaties. Ik weet nog niet wanneer de eerste missie precies gaat plaatsvinden, maar eind 2012 is het schip gereed voor de missies. Dit is de marine van de toekomst. De technologie die erin zit, de manier waarop de mensen aan boord leven, hoe we operaties uitvoeren. Wat kunnen bezoekers deze dagen gaan doen? Nou, ze kunnen heel veel gaan doen. Ze kunnen natuurlijk veel van het materieel bekijken. Het marine materieel, natuurlijk de schepen. Maar ook de mariniers die deel uitmaken van het commando zeestrijdkrachten. Die hebben een hele marinierscompound opgebouwd. Waarbij er in beide gevallen wordt er zoveel mogelijk gekeken. Dat zij daadwerkelijk dingen laten zien die in het echt, zoals we ook in het echt opereren. Tot dat natuurlijk naar voren komt. En verder is er heel veel ook techniek is er te zien. En daarnaast voor heel veel voor kinderen allerlei doedingen. Zodat het ook een beetje het nuttige en het aangename met elkaar verenigd kan worden. Een van de hoogtepunten van de kick-off was de nieuwe helikopter, de NH90, die op het dek van de Holland landde. U bent zojuist voor de eerste keer op de Holland geland. Was het spannend? Het was een bijzondere ervaring. Het is toch de eerste keer dat we dit doen. En, we hebben gisteren al bekeken vanuit de lucht de boot. En vandaag de eerste keer aan boord, dus een speciaal moment. Er is wel spanning inderdaad, maar je hebt het bereid natuurlijk goed voor. Dus op zich weet je dat het goed gaat. Dus spannend denk ik niet, maar het is wel gespannen, ja. En is het moeilijk om te landen op zo'n boot? Nee, het viel heel erg mee. Deze helikopter bestuurt eigenlijk gewoon heel erg goed. En het schip is natuurlijk een van de schepen, hij is wat kleiner dan ons oude schip, maar heeft een groot helikopterdek. Dus eigenlijk vormt het geen probleem. Dat ging heel goed. Het is natuurlijk een vrij kleine ruimte, maar de moeilijkheid is ook zee met een bewegend schip. Wat op en neer gaat, wat pitst en rolt. En dat is een trucje apart.